ongeloof over de pro-Palestina-demonstraties in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Ja, een terroristische aanslag door Hamas waar zoveel mensen bij om het leven komen. En dan hier in Nederland tientallen mensen die de straat op gaan om die aanslag toch een soort van te legitimeren. We zagen het gisteren in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Onder andere pro-Palestina-vlaggen en leuzen werden er geroepen. Een conflict dat toch overwaait naar ons land. Terwijl de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding hier gisteren nog voor waarschuwde. Hij zei, ja, we moeten echt voorkomen dat dat gebeurt. Nou, discussie is er in ieder geval al volop. Want kun je deze aanval van Hamas, een door de EU en VS als terroristisch bestempelde groep die in de Gazastrook domineert, eigenlijk wel koppelen aan het langslepende conflict tussen Israël en Palestina. Ja, die discussie die werd gisteren ook in Opeen gevoerd. Ik weiger elke relatie te leggen, verbinding te leggen naar het Palestijns-Israëlische conflict en alles wat eraan vastzit. Dat wordt natuurlijk veel gezegd, hè? Ik begin daar niet aan. Mm-hmm. Dat is het bekende verhaal van er wordt een verschrikkelijke terreuraanslag uitgevoerd, eigenlijk een terreuroorlog. En dan gaan we praten over het begrijpen, het verklaren. Ja. En dan vervolgens brengen we begrip op. En voor je het weet is de schuld niet die van die verschrikkelijke moorddadige bende, maar van de Israëlische regering. Maar je kunt het simpelweg niet loszien van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Mensen zeggen, ja, tot zaterdagochtend was het rustig. Het was helemaal niet rustig. Er zijn dit jaar, alleen al dit jaar, in de Westbank 200 burgers gedood. Ja. Ja. Hoe kijkt u ernaar, Afshin Elian? Naar welke zaak moet ik kijken? Ik bedoel, naar de meest verschrikkelijke terreuraanslagen die we afgelopen decennium hebben gezien. Dus Bataclan, plus Madrid, plus 9-11, allemaal bij elkaar. Als je telt, zie je dat wat er gebeurt. En kennelijk, Joden zijn een soort jezidis voor Hamas. Vrouwen kun je verkrachten, meenemen, kinderen kun je ontvoeren. Het is een horror, echt werkelijk een horror. Bijvoorbeeld, ik weet niet of de berichten goed doorkomen. Bij muziekfestival zijn niet alleen Israëliërs gedood, 12 burgers van Thailand, een aantal burgers van de Europese Unie, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Amerikanen. Dus als je dit allemaal bij elkaar neemt, het is gewoon een horror geweest. Maar over die demonstranten, die een van die scènes die wordt getoond, daarin wordt geroepen, wraak, wraak. Dat wil zeggen dat Hamas heeft wraak genomen. Kijk, dat is natuurlijk heel vreemd, hè? Laten we heel eerlijk zijn. We hebben in dit land mensen die zitten te vieren. Die zijn blij dat een groepje echt barbaren gaan vrouwen verkrachten, kinderen ontvoeren en onschuldige mensen doden. Wat moet je met zo'n groep van mensen? Wie heeft deze mensen hierheen gebracht? Wie heeft, ik vraag het ook niet aan u, maar aan het parlement, hoe zit het met migratie? Wie heb je hierheen gebracht? Waar gaat dit naartoe? Stel je voor, een groep was van neonazies die zat te applaudisseren voor Andrés Breivik. Wat zouden we ons voelen? Wat zouden we nu gezegd hebben? We weten natuurlijk niet of dit allemaal migranten zijn geweest die deze demonstraties hebben gedaan. Nou, een deel zijn migranten, die lopen ook voorop, want die kunnen Arabisch spreken. Er was extreem links ook, van die hippe jonge Nederlander die geweldfantasieën hebben en zich betrokken voelen bij alle geweldenaars in de wereld, extreem links. Maar een groot deel waren gewoon migranten. Want die konden heel goed Arabisch uitspreken. Ja, en kijk, er zitten natuurlijk ook derde generatie migranten liepen daartussen. Ja. Dus, die dus gewoon Nederlanders zijn. Het zijn niet zeg maar asielzoekers die het afgelopen jaar uit de Palestijnse gebieden gekomen zijn hier naartoe. Misschien zaten die er ook tussen, we weten het niet. Maar ik denk wat vooral twee dingen zijn heel kwalijk. Eén is de timing. Hè, dus op het moment dat dit nu gebeurt, waarom moet je nu zo'n grote manifestatie houden? En het tweede, inderdaad, de specifieke uitspraken die daar werden gedaan. Kijk, je mag natuurlijk ook de komende tijd mag je best wel opkomen voor Palestijnse gebieden en de Palestijnse zaak. Hè, dat recht heb je in Nederland. Maar om nu leuzen als pro-Hamas, wraak op de Joden, dat soort dingen, ja, dat gaat echt alle perken te buiten natuurlijk. En daar moeten we ook stevig, moeten we daar ons tegen uitspreken dat natuurlijk, je mag protesteren en opkomen voor de Palestijnse gebieden. Hè, dat recht heb je. Maar je mag je niet uitspreken voor een terreurorganisatie zoals Hamas. Dat gaat echt alle perken te buiten.